In Asten genieten ze nu al van glasvezel. De familie van Happe aan de Bergdijk 2 was de eerste die aangesloten werd op glasvezel. We staan hier bij Bergdijk 2 in Asten en bij mij staat Han Kolen van Reggefiber. Wat is hier vandaag zo bijzonder? Ja, hier vandaag hebben we een van de eerste aansluitingen, glasvezelaansluitingen gerealiseerd in Asten. Bij de familie van Happe. Daar hebben we de eerste aansluiting gemaakt. De meneer gaat ook vandaag direct gebruik maken van de diensten. Een mijlpaal in Asten? Jazeker, jazeker. Het is, je werkt er met een hele grote groep een hele tijd aan. En uiteraard vieren wij de eerste HAS-aansluiting, gaan we natuurlijk vieren. Harry Reinders, voorzitter van Sirus. Is het voor Sirus ook belangrijk om aangesloten te zijn op glasvezel? Ja, voor ons is het ontzettend belangrijk. Als wij live tv willen gaan doen, dan zitten wij nu met de beperkingen dat wij gewoon niet in dezelfde tijd uit kunnen zenden, maar altijd met een vertraging. Zodra wij glasvezel hebben, zijn wij in staat om live tv te doen op elke locatie waar ook glasvezel beschikbaar is. En dat betekent dus ook dat wij dan veel meer mogelijkheden hebben voor onze tv. En daarnaast ben ik me ook aan het inzetten om glasvezel ook in de heel Asten en Zomeren te krijgen. Want tot nu toe zijn wij in de kernen bezig. Maar buitengebied is nog steeds verstoken van glas. Dus we zijn een initiatiefgroep hebben opgericht om glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. En we zijn door Reggefiber ook aangewezen als een van de pilotgemeenten samen met Kranendonk, Bergijk en een wijk in Woensdrecht. En we hebben binnenkort ook weer overleg met die 5 gemeenten om te kijken in hoeverre dat mogelijk gaat worden. Hoe groot acht u de kans dat de aansluitingen in het buitengebied komen? Op het ogenblik gaan we uit van extra kosten voor aansluiting in het buitengebied van ongeveer 3000 euro per aansluiting. De provincie erkent dat Brabant breedband ook voor heel Brabant belangrijk is. 14 jaar geleden heeft de provinciale staat een fonds goedgekeurd van 50 miljoen. Maar die 50 miljoen worden niet gebruikt om de aansluitingen goedkoper te maken voor de mensen. Dus ze krijgen geen geld. Maar ze kunnen wel goedkope leningen daarmee afsluiten die ze in een 10-jarige termijn ongeveer terug kunnen betalen. En dat zou effectief betekenen dat een aansluiting in het buitengebied dan 10 jaren lang ongeveer 17 euro per maand meer gaat kosten. En als dat voor de mensen overbrugbaar is, dat ze daarmee vooruit kunnen, dan denk ik dat de kans heel groot is. Willy van Happe, een van de eerste met de glasvezelaansluiting. In het begin was u niet zo happig. En waarom nu wel? Nou, je moet over nieuwe dingen moet je altijd toch eventjes nadenken. Dat heb ik dus gedaan en ik heb de voordelen en de nadelen proberen af te wegen voor zover dat in dat eerste stadium mogelijk was. En ik heb gekozen om toch de glasvezelaansluiting te doen. Ik heb nog een beetje teruggedacht naar heel lang geleden, hè, dat er nog tv-antennes op het dak stonden. Nou, die zijn er dus niet meer. Ik ken ook de tijd van de regionale antenne-installaties. Zo zijn we zo steeds verder gekomen. Ik denk dat glasvezel nieuw is en ik denk dat het voor internet en voor tv en telefoon bijna onmisbaar wordt.